Het eten van voldoende vezels is cruciaal voor een goede gezondheid. Maar wist je dat de gemiddelde Nederlander nog niet de helft binnenkrijgt aan vezels van wat eigenlijk nodig zou zijn? Met als gevolg of hevige diarree of heftige verstopping. Goedemorgen, lieve mensen. Welkom bij de Eetlijn, bij deze uitzending over vezels. Ik ben Nettie Bom, ik ben leefstijlcoach en coach-trainer en mijn missie is om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. En ik wil mijn bijdrage leveren door 2 keer in de week live te gaan. Elke vrijdagochtend om 9 uur met steeds wisselende thema's. En elke dinsdag om 10 uur met een kookshow. Dus zo probeer ik mensen te inspireren beter voor zichzelf te zorgen. En vandaag gaan we het eens hebben over vezels. En hard nodig. Want nogmaals, het grootste gedeelte van de mensen heeft een ernstig tekort aan vezels. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de geraffineerde voeding in deze tijd. Nou, daar kom ik zo meteen allemaal op terug. Welkom, hartstikke fijn dat jullie er zijn. En dat jullie deze tijd vrijgemaakt hebben om naar mijn geklets te luisteren. Vind ik erg leuk altijd. En ik krijg altijd heel veel energie van jullie terug. Dus echt super leuk dat jullie erbij zijn. Nou, ik zie Penny al binnenkomen. Ik zie Ati. Goedemorgen. Ans heb ik gezien. José, Sonja, Hanneke. Ja, lieve mensen, er zijn zoveel kijkers tegenwoordig. En neem me niet kwalijk als ik jouw naam niet genoemd heb. Want iedereen is hartstikke welkom. Ik vind het wel leuk als je hier voor de eerste keer bent. Dat je het even in de chat zet. Van goeiedag, ik ben nieuw vandaag. Dan probeer ik daar zo meteen nog wel eventjes op terug te komen. Maar iedereen echt hartstikke welkom. Dan heb ik gelijk een vraag. Wie van jullie let er goed op zijn vezelgebruik en krijgt, voor zover hij of zij weet, voldoende vezels binnen? Dus laat ze even weten via de chat. Vind ik altijd leuk om het een beetje interactief te maken en te kijken hoe jullie daarin staan. Goed, wat gaan we behandelen vandaag? Een aantal verschillende punten. Om te beginnen vezels, wat zijn het? Dan welke soorten vezels er zijn. Natuurlijk een hele belangrijke vraag, want je hebt oplosbare vezels en niet oplosbare. En de meeste mensen hebben echt geen idee, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Dan wat is het doel van vezels? Dan 13 manieren, volgens mij zijn het er 9. Nee, 9 manieren om met gemak meer vezels uit je voeding te halen. En dan welke vezels staan in de top van de eetlijn, de top 9. Dus welke vezels zijn en hartstikke gezond en ook nog eens eetlijnproef. En eventjes gelijk een klein voorbeeldje. Gedroogde pruimen zijn hartstikke gezond voor je stoelgang, maar die zijn niet eetlijnproef. En zo zijn er meer producten. Dan uiteindelijk, als je het uit voeding niet kunt halen, wat voor supplement zou je kunnen gebruiken? Het is ook heel belangrijk om te kijken wat we daarmee kunnen doen. En dan gaan we gelijk ook kijken naar het recept van morgen. Daar kom ik ook zo meteen allemaal op terug. Goed, eerst eventjes kijken of er een antwoord op mijn vraag gekomen is. Even mijn brilletje erbij. Sia zegt, ik let op mijn innamevezels, maar krijg niet genoeg binnen. Oké, Sia, daar kom ik zo meteen op terug. Greetje zit eigenlijk al in het normale voedingspatroon. Ja, Greetje, bij jou wel, maar lang niet bij iedereen hoor. En Maureen zegt, ik volg de eetlijnmethode, dus voldoende. Klopt helemaal, er wordt erg op gelet bij de eetlijnmethode. Elma is erbij, ik denk het wel, volg de eetlijn. Ja, hartstikke leuk. Oké, goed. Nou, dan gaan we eerst eventjes kijken wat vezels zijn en waar ze in voorkomen. En de meeste mensen kennen vezels van groente en fruit, moet daar dan inderdaad in zitten. Maar ook van echt vezels. En dan mag je onder andere denken aan chiazaad. Ik heb hier weer, mijn halve keuken staat hier uitgesteld. Maar chiazaad, dat kennen we allemaal, die kleine zwarte korreltjes, is natuurlijk een vezel, is trouwens het meest vezelrijke product. Maar vezels zijn natuurlijk een heel breed begrip. En het komt in heel veel dingen voor. Alleen het jammer is dat wij heel veel vezels, dat we veel voeding eten waar geen vezels in zitten. Maar ook dat we de vezels soms er nog eens afhalen. Dat we bijvoorbeeld wortels schillen, dat we een appeltje schillen, dat we allerlei groente en fruit schillen. En dan ben je eigenlijk heel veel vezels al kwijt. Daar kom ik zo meteen ook op terug. Maar vezels zijn dus eigenlijk, die komen voor in groente en fruit en in vezels. In dit soort producten. Ook in noten, in amandelen, noem maar op. En die vezels hebben een bepaalde werking op onze stoelgang, op de darmflora.
En het is heel duidelijk, als jouw darmflora niet optimaal functioneert, dan heb je daardoor al veel minder kans op een goede gezondheid. Want ongeveer 80% van je gezondheid valt of staat met wel of niet goed functionerende darmen. En ja, daar kan ik zoveel voorbeelden van noemen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Goed, daar ga ik niet aan beginnen. Dan lopen we uit tot 12 uur vanavond. Maar in ieder geval, vezels komen eigenlijk in heel veel producten voor. Wat dan de belangrijkste vraag is misschien wel, welke soorten vezels heb je? Want je hebt oplosbare vezels en niet oplosbare vezels. Nou, die hebben allebei een hele verschillende functie. En de oplosbare vezels noem je ook wel fermenteerbare vezels, oftewel de probiotica. En probiotica zijn als het ware voeding voor je darmen. En als je aan de eetlijnmethode begint, ga je sowieso kefir gebruiken. Kefir is een heel sterk probioticum. Is geen vezel, niet echt tenminste. Maar wel een goed probioticum. Maar welke vezels zijn er nu oplosbaar en dienen als voeding voor je darmen? Nou, wat gebeurt er met de probiotica, met de oplosbare vezels? Die worden door de darmen afgebroken. 70% van al die afbraak gebeurt in de dikke darmen. En daar worden eigenlijk die oplosbare vezels verder gefermenteerd. En fermenteren betekent eigenlijk een soort van voorvertering. En jullie weten dat ik een groot fan ben van gefermenteerde voeding. En wat het grote voordeel is van gefermenteerde voeding, het wordt als het ware voorverteerd. Het wordt min of meer afgebroken. Maar zonder dat daar verhitting bij komt kijken. Want ook koken of bakken van voeding is eigenlijk een vorm van voorverteren. Alleen door de hitte worden er ook veel goede voedingsstoffen afgebroken. Maar als je nou vezels hebt die verteerd worden in de dikke darm, dan worden ze daar als het ware gefermenteerd, voorverteerd, zonder dat er hitte bij komt kijken. En daardoor behoud je eigenlijk alle goede voedingsstoffen. Sterker nog, doordat de voeding voorgefermenteerd wordt, kan je lichaam er veel meer van opnemen. Dus eigenlijk hartstikke belangrijk. En zo voed je als het ware je darmen. Nou, wat doen ze verder? Ze houden de ontlasting soepel door te veranderen in een slijmerige substantie. En de soepele ontlasting is waar bij heel veel mensen enorm aan ontbreekt. Dus dat is eigenlijk de functie van de oplosbare vezels. Nou, dan heb je ook niet-oplosbare vezels en die zijn niet fermenteerbaar. En dat zijn, noem je ook wel, de prebiotica. En de prebiotica die bevorderen stoelgang en kunnen helpen om darmkanker te voorkomen. En wat ze met name doen, ze trekken vocht aan. En doordat die vezels vocht aantrekken, voorkomen ze obstipatie. Nou, wat daarbij ongelooflijk belangrijk is, is dat je dus wel voldoende drinkt daarbij. Want als jij niet oplosbare vezels gebruikt, dus die eigenlijk niet door het lichaam zelf opgelost kunnen worden, en je gebruikt ook te weinig vocht, dan krijg je juist verstopping, want die vezels gaan vocht aantrekken. En als er dan te weinig vocht achterblijft in je darmstelsel, dan kan het er niet mooi soepel uitglijden en dan krijg je juist obstipatie. Dus als je veel vezels gebruikt, ga alsjeblieft ook veel drinken daarbij. En in de eetlijnmethode is daarin altijd voorzien. Het vochtprotocol krijgt aandacht, vezels krijgen aandacht. Eigenlijk is bij de eetlijnmethode alles in balans. Nou, dan is een groot voordeel van de niet oplosbare vezels dat ze een vol gevoel geven. En sterker nog, doordat ze vocht aantrekken, gaan ze in jouw lichaam uitzetten. En daardoor krijg je juist een voller gevoel. En daardoor houden ze ook de bloedsuikerwaarde stabiel. En dat hebben we vorige week gezien. Het thema was diabetes. En toen hebben we inderdaad besproken hoe belangrijk het is om die bloedsuikerwaarde mooi stabiel te houden. Want een schommelende bloedsuikerspiegel geeft allerlei problemen op het gebied van diabetes. Geeft juist meer kans op diabetes. Maar geeft ook meer honger, energieverlies. En als je die bloedsuikerwaarde stabiel houdt, voorkom je daarmee diabetes type 2. Het is ook voor diabetes type 1 heel belangrijk. Maar het geeft ook daardoor minder kans op honger en gewoon een veel betere stabiliteit in je lichaam. Dus een vol gevoel en een stabiele bloedsuikerwaarde dankzij die vezels. Het zit in groenten, fruit, noten en zaden. Bijvoorbeeld, ik heb hier lijnzaad. En lijnzaad is ook een fantastisch product. Ik zal het eventjes... kan je het zien zo? Die kleine bruine dingen. Nou, de meeste mensen kennen ze wel.
En het is heel belangrijk om die heel te kopen en gebroken te eten. Maar lijnzaad is ook een voorbeeld van een niet oplosbare vezel. Maar het stimuleert wel je darmwerk. Dat is eigenlijk hartstikke belangrijk. Wat het punt wel is, zeker bij lijnzaad ook, als je die dus ongebroken eet, dan verlaat je lichaam onveranderd, want het wordt gewoon niet opgelost. Dus dat is eigenlijk allemaal, het zijn de eigenschappen van de niet oplosbare vezels. Ze hebben een ongelooflijk belangrijke functie, maar ze verlaten eigenlijk het lichaam onveranderd. Maar ze hebben wel een soort van bulking effect ook. Het is eigenlijk hetzelfde idee met rauwe worteltjes bijvoorbeeld. Rauwe worteltjes zijn heel moeilijk te verteren voor je lichaam door de vezels die er allemaal in zitten. Maar ze geven wel een soort bulking effect en daardoor stimuleren ze wel de darmwerking. Dus al dat soort dingen zijn belangrijk. Nou, wat is het doel van vezels? Ik heb het eigenlijk al genoemd. Darmen herstellen en darmen reinigen. Eigenlijk is allebei hartstikke belangrijk. Nou, dan gaan we nu kijken naar de top 7 van de vezels. Ik was net in de war met de 9, met de 13 noemen. Maar de top 7 van vezels die ook nog eetlijnproef zijn. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel vezels. Er is wel een top 13 geloof ik van vezels. Maar ze moeten ook nog eetlijnproef zijn. En de top 7 van vezels die eetlijnproef zijn, zijn om te beginnen chiazaad. Nou, ik heb hier een potje met chiazaad. Dit gebruik ik zelf bijna dagelijks. Heel veel mensen gebruiken het in de smoothie of in overnight havermout. En dan maak je van tevoren klaar, zet je het in de koelkast om in te dikken. Nou, chiazaad is een hartstikke mooi product. Ik ga er niet uitgebreid op in, maar er komt ooit wel een keertje zelf aan bod. En ik kan hier alleen al een dag over praten. Dus vandaag noem ik het alleen maar. Chiazaad, het is licht bloedverdunnend. Dus zit je aan de bloedverdunnende medicatie, moet je ermee uitkijken. Of bloeddrukverlagende medicatie. Het is licht bloedverdunnend en daardoor ook inderdaad bloeddrukverlagend. Dus uitkijken met te veel. Maar over het algemeen is een paar porties vezels per dag heb je echt nodig. En we krijgen het te weinig binnen uit onze groenten en fruit. Omdat we heel vaak groenten en fruit gaan schillen. Dus die vezels ben je dan eigenlijk al kwijt. Kom ik zo meteen trouwens ook nog op terug. Maar chiazaad staat dus op de eerste plaats van de vezels. Die hartstikke goed zijn voor je gezondheid. Behalve als je aan de bloeddrukverlagende medicatie zit. Of aan de bloedverdunners. Even met de huisarts overleggen. Ik ben er dan een voorstander van om in overleg met de arts de medicijnen af te bouwen. En daarvoor in de plaats chiazaad te gebruiken. Het kan eigenlijk hartstikke goed. Nou, er is nog veel meer over te vertellen, maar dat komt een andere keer. Dan is pure, rauwe, biologische cacao een enorme bron van vezels. Nou, deze gebruik ik ook heel vaak om een beker chocolademelk te maken. Om chocoladecakejes mee te maken, de arretjescake. Nou, de mensen die mij een beetje volgen weten dat ik heel veel cacaopoeder gebruik. Het is hartstikke lekker en het is inderdaad ook een probioticum. Heel erg goed voor je darmflora. Dan lijnzaad. Ik heb het net eigenlijk al even laten zien. Dit is mijn potje met lijnzaad. Hij is bijna leeg, zie je wel. Lijnzaad koop je heel en gebruik je gebroken. Het zit ook in de bakmixen van de eetlijn. De eetlijn heeft een prachtige serie met bakmixen. Het zijn pure vezels. Ja, daarin zitten helaas, is eigenlijk niet echt helaas, maar daarin zitten hele lijnzaadjes. Want als je lijnzaadjes gebroken in die bakmixen zou doen, dan zouden die bakmixen gewoon niet zo lang houdbaar zijn. En nu zijn ze echt al een half jaar houdbaar. Er zit een gebroken lijnzaad in, het gaat oxideren. Dus in de bakmixen moet ik uitwijken naar heel lijnzaad. En dat doet wel iets aan het bulking effect, geeft wel inderdaad je stoelgang een boost. Maar de echte stoffen die in lijnzaad zitten, die zo goed zijn voor je gezondheid, daar heb je dan minder baat bij. Maar die verlaten gewoon onveranderd je lichaam. Nou, dan een hele belangrijke is kokosnoot. Die staat op de vierde plaats van eetlijnproef vezels. En ik gebruik kokosnoot in de vorm van kokosrasp. Je kunt het zo zien. Ik heb een heerlijke grove kokosrasp kunnen vinden. Want er heel veel kokosrasp zijn te fijn. Het is bijna een soort van poeder, zeg maar. Maar ik vind het fijn dat het een beetje grover is. En dit is een heerlijke grove kokosrasp. Kun je vinden in de webshop van de eetlijn. Nou, kokos is ontstekingremmend, maar is ook een prachtige vezel. Die is ook inderdaad jouw darmflora helpt stimuleren. Dus vandaar kokosrasp. Het komt in heel veel producten voor. Dingen die ik bak. Dan is lupine een hele belangrijke. En lupine is een product wat nog niet zo lang voorkomt in de eetlijnmethode. Want weet je, ik had gewoon een bepaald basisassortiment. Maar ik heb kennis gemaakt met PETA. En jullie kennen PETA waarschijnlijk allemaal. PETA is eerlijk gezegd mijn steun en toeverlaat. Ik kan bij haar altijd terecht. Want ik heb ook wel eens vragen. En PETA weet bijna nog meer dan ik. Die weet gewoon echt heel veel. Ze is moderator op de webshop. Nee, ik zeg het niet goed. Ze is moderator in Facebook.
En daardoor zie je heel vaak Peter antwoord geven op alle vragen die langskomen. Ik heb het niet altijd tijd om alle vragen goed te beantwoorden. En Peter die komt mij dan te hulp. En die geeft ongelooflijk deskundige reacties op de vragen. Dus weet je in ieder geval wie Peter is. Is mijn moderator. Maar ook mijn steun en toeverlaat. En Peter is ook degene die de recepten bedenkt voor de zaterdagochtend. En je wilt het niet geloven. Maar morgen krijg je van mij het recept van deze heerlijke kruidkoek, gemberkoek. En die is bedacht door Peta. En ik zal je zeggen, ik ben zelf groot fan van gemberkoek. Maar toen ik met de eetlijn begon, toen ik het heb geschreven, dacht ik, ja net die gemberkoek wordt me gewoon niet meer. Er zit hartstikke veel suiker in. En van die gemberbolletjes op siroop. Nou, ik zal je vertellen, Peta heeft het voor elkaar. Ze heeft een fantastische kruidkoek bedacht, een gemberkoek. Krijg je morgen het recept van. Ik ga zo meteen de ingrediënten noemen, zodat je de ingrediënten in huis kunt halen. Kun je morgen gelijk aan het bakken. Maar nogmaals, Peta dus mijn steun en toeverlaat. En dan weet je het ook als Peta reageert op vragen van de eetlijn op Facebook, dat zij gewoon mijn moderator is en dat ik echt hartstikke blij met haar ben. Dus zo geef ik Peter een beetje een gezicht, letterlijk en figuurlijk. Maar goed, ik was bij de Lupine aangeland. Peter heeft me op het spoor gebracht van Lupine en Lupine is een fantastische meelvervanger. Want meel is echt voor mij een no-go. En dan denk ik aan tarwemeel, aan andere meelsoorten waar gluten in zit. Ja, die gebruiken we gewoon niet bij de eetlijn. En het geeft heel veel goede resultaten. Maar je hebt wel bepaalde vervangers nodig. Nou is het zo, je kunt zelfrijzend bakmeel bijvoorbeeld of tarwemeel kun je niet één op één vervangen door meelvervangers. Je hebt bijna altijd een mix van meelen nodig. En daaruit onder andere lupinemeel, kokosmeel, amandelmeel. Dat soort meelen maken bij elkaar een prachtige vervanger voor zelfrijzend bakmeel. Wijnsteenbakpoeder moet er dan ook bij natuurlijk. Maar lupinemeel komt bij mij echt bijna tegenwoordig in elk recept voor. Kom ik zo meteen trouwens nog eventjes op terug. Dus lupine. Nou, dan amandelen. Amandel is een ongelooflijk vezelrijk product. Is trouwens ook niet verzurend. De meeste noten zijn licht zuurvormend. Maar de amandelen is een prachtig product om als vezel te gebruiken. Beetje roosteren zelf, hartstikke lekker. En dan als laatste havervlokken. Havervlokken staan op de 7e plaats van eetlijnproef vezels. Als je havervlokken neemt, let erop dat die gecertificeerd glutenvrij is. Want havervlokken zijn van oorsprong glutenvrij. Maar worden heel vaak verwerkt in fabrieken waar wel gluten gebruikt worden. En dan denk je dat je een glutenvrij product hebt. Heb je het op je bord, ga je het eten, krijg je alsnog last van diarree of andere klachten. Blijkt dat het niet glutenvrij is. En deze is gecertificeerd glutenvrij. Kun je ook vinden in de webshop van de eetlijn. Gebruik ik zelf ook bijna dagelijks. Dus de top 7, chiazaad, cacao in de vorm van poeder of whatever, lijnzaad, kokos, ook in de vorm van kokosrasp of kokosvlokken of kokosmeel, maakt allemaal niet uit. Dan lupine in de vorm van lupineboontjes, maar ook lupinemeel, hartstikke goed. Amandelen in de vorm van amandelen en als ik amandelmeel gebruik, maal ik mijn amandelen zelf. Dus dan gebruik ik gewoon bruine amandelen die ik maal. Als ik de cake echt heel wit wil hebben, gebruik ik witte amandelen. Maar anders gebruik ik altijd bruine amandelen vanwege het vliesje. En op de 7e plaats staat haver. Dus dit is de top 7 van de eetlijnproef vezels. Nou, dan wil ik afsluiten met 9 manieren om met gemak aan meer vezels te komen. Want ik ben begonnen deze uitzending met het feit dat meer dan de helft van de bevolking krijgt minder dan 50% van de nodige vezels binnen. Nou, je kunt dus inderdaad dit soort vezels gebruiken, die top 7. Chiazaad, noten, lupine, daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Maar het is ook nog zo dat er zijn 9 tips om met gemak aan meer vezels te komen. Eet veel ongeraffineerde voeding. En wij zijn steeds meer gewend om geraffineerde voeding te nemen. Dat is eigenlijk zo jammer, want juist die ongeraffineerde voeding is hartstikke belangrijk. Dus eet veel ongeraffineerde voeding, dus niet geraffineerd, geen fabrieksvoer. Dus eigenlijk alle producten waar geen etiket op staat. Ja, weet je, natuurlijk, dit zit in een verpakking, want je kan moeilijk los lupinemeel kopen. Maar als je dan gaat kijken, je moet gewoon even de etiketten lezen en dan zien wat erin zit. En dan moet het echt zo puur mogelijk zijn. Deze, wat zit hierin? 100% havervlokken. En daar gaat het om, dat er niet allerlei toevoegingen zitten. Dus eet veel ongeraffineerde voeding. Het liefst zonder etiket, zonder verpakking. Maar nogmaals, losse dingen moet je gewoon in een potje kopen.
Dan kies volkoren in plaats van geraffineerd. Nou, we zijn sowieso afgestapt van volkoren meel of zelfrijzend bakmeel. Maar ook als je andere producten neemt, dit zijn volkoren havervlokken. Je hebt volkoren sesamzaad. Je hebt ook gepeld sesamzaad. Dus alles volkoren, volkoren, volkoren. Neem bij in principe elke maaltijd groenten en neem die als eerste. Nou ga ik zo meteen ontbijten met mijn gembercake. Peter, dank je wel. Ik hou voor altijd van je. Dit is mijn gembercake. Ik heb hier een paar cranberries doorgedaan. Dit wordt zo meteen mijn ontbijt met een dikke plak roomboter. Er zitten noten op. Er zitten allerlei vezels zitten erdoor. Nou, kom ik zo meteen op bij het recept. In ieder geval, dan kan ik niet de groente eerst nemen. Want hier zit namelijk pompoen in. Dat is ook hartstikke leuk. Er zit eigenlijk boordevol met groente ook. Maar die kan ik dan niet eerst nemen. Als je nou bij je ontbijt wel groente neemt, tomaatjes of zo, neem dan eerst de tomaatjes. Maar ook bij lunch of avondeten. Als je eerst de groente neemt en je vult daar eigenlijk al een beetje je buik mee, dan eet je minder andere dingen. En dat kan niet altijd als dingen door elkaar gestampt zijn of zo, maar probeer zoveel mogelijk eerst je groenten te nemen. Dan schil je groenten en indien mogelijk je fruit niet. Ik schil mijn kiwi normaal gesproken, maar een enkele keer blender ik hem. En dan kun je eigenlijk veel beter de schil eromheen laten. Want in die schil, of net onder de schil, zitten de goede stofjes. Maar die schil zit ook boordevol met vezels. Ik weet dat sommige mensen de kiwi schil echt zo eten. Ik vind het gewoon zelf echt niet lekker, dus ik doe het gewoon niet. En soms denk ik, ja, mijn hoofd moet het lekker maken. Maar bij kiwi schil kan ik het echt niet voor elkaar krijgen. Maar je kunt het wel mee blenderen als je het bijvoorbeeld in de blender doet. Dan gewoon de schil eraan laten. Wat wel belangrijk is, als je dus inderdaad de schil mee wil opeten, is dat het wel biologisch is. En want als het niet biologisch is, de meeste spuitmiddelen zitten er dan nog op, ja, dan moet je het eigenlijk wel schillen. Maar als je biologisch groente en fruit hebt, kun je gewoon de schil mee eten. Het bloemkoolblad, al dat soort dingen, gewoon mee opeten. Dan neem je groenten en fruiten heel in plaats van de sapjes. Ik had het net over die kiwi, om die een keer te blenderen, maar eigenlijk liever gewoon heel eten. Dat je echt goed moet kauwen. En sapjes, dat is eigenlijk een no-go voor mij. Want die klok je achterover en dan heb je veel te weinig vezels binnen. En dan voor je het weet is het allemaal weer weg. Dan krijg je één plant suiker binnen. Dus probeer echt groente en fruit in zijn geheel te eten in plaats van gepureerd of sapjes. Avocado's bevatten heel veel vezels. Dus probeer wat vaker een avocado te eten. Ik vind het nadeel van een avocado dat hij een hoge ecologische voetafdruk heeft. Dat is erg jammer, want eigenlijk is het een ongelooflijk gezond product. Dan, als je gaat bakken, neem vooral meel met veel vezels. Nogmaals, het lupinemeel, kokosmeel, de vezels, de kokosrasp. Doe dat er allemaal in. Het heeft heel veel vezels. En zo verander jij jouw ongezonde gemberkoek uit de winkel in een hartstikke gezonde plak gemberkoek die je met gemak en met een gerust hart als ontbijt kunt eten. Dan noten en zaden als tussendoortje, dus punt 8. Of producten die daarvan afgeleid zijn, daarvan gemaakt zijn. En als laatste, neem eventueel een vezelsupplement. Want ik weet uit ervaring, mensen die de eetlijn volgen, die krijgen allemaal ruim voldoende vezels binnen. Ik heb een water- en zoutprotocol en er is een aanbevolen hoeveelheid vezels. En in de eetlijnmethode is alles op elkaar afgestemd. Zowel het vezelgebruik als het watergebruik, dat klopt eigenlijk allemaal. Maar zit je nou niet aan de eetlijn, dan is het niet zo handig of niet zo makkelijk om voldoende vezels binnen te krijgen. Nou, wat je dan kunt doen is een vezelsupplement. En die heb ik ook bij me. Dit is een vezelsupplement. En wat hierin zit, er zitten stikjes in. En deze stikjes bevatten een poeder. En die poeder bevat zowel oplosbare vezels als niet oplosbare vezels. En wat heb ik net verteld aan het begin van mijn verhaal? Dat we zowel oplosbare vezels als niet oplosbare vezels nodig hebben. Nou, deze heeft het allebei en je hebt dan nodig, normaal gesproken, 1 stik per dag. Dan krijg je eigenlijk al min of meer voldoende binnen. Even checken voor de zekerheid of het inderdaad voldoende is. Even kijken. Ik kan het hier niet zo gaan vinden in het... ik kan het even niet zo snel vinden. 1 stik per dag. Ja, oké. Het is wel zo, als je echt enorme verstopping of enorme diarree hebt, dan kun je in het begin even 2 stiks per dag gebruiken om te kijken wat het doet of het daarmee gereguleerd wordt. Maar ik heb pas zo'n leuk voorbeeld weer. Ik heb een man en die had...
Heel veel overgewicht. Echt heel veel overgewicht. Ik zat echt ver over de 100 kilo. Verder boven 130 kilo, dacht ik. En die had ook altijd diarree. En die had ook al zoveel geprobeerd. En uiteindelijk lukte het hem niet om van die diarree af te komen. Nou zit hij aan de eetlijn. En echt, ja, ik denk met een paar weken was hij eigenlijk van zijn diarree af. En toen kreeg hij juist weer een beetje verstopping. En dat gebeurt bijna altijd als je heel veel diarree hebt. En je gaat de eetlijn doen. De eetlijn die gaat die darmen als het ware helemaal schoonborstelen. Er komt oude darmplak vrij. En die oude darmplak die kan de stoelgang tijdelijk een beetje trager maken. Dus deze man, hij moest ook alleen koken, was een alleenstaande man. Nou, dat was een beetje ingewikkeld om dan aan voldoende vezels te komen. Dus uiteindelijk heb ik hem dan naast de eetlijnmethode twee van deze stikjes geadviseerd. En nu gaat het echt fantastisch. Hij heeft nu een paar keer per dag een grote Davidoff. Ik heb een keer een praatje gehad over ontlasting. Dat komt dan eventjes weer terug. Maar eigenlijk zou je twee keer per dag zo'n mooie grote Davidoff neer moeten leggen. Zonder daarbij wc-papier nodig te hebben. Dan doe je het eigenlijk optimaal. En deze man die was zo blij. Hij is nu, ik denk al meer dan een half jaar bezig. Ongelooflijk blij en tevreden. Prachtige stoelgang. Geen obstipatie meer. Geen diarree meer. Ja, weet je, dit is één van de vele voorbeelden. Echt geweldig gewoon om mee te maken. Dus als je dus of verstopping hebt of diarree en je komt er met de eetlijnmethode niet van af, want de eetlijnmethode is een eerste redmiddel. Ik zeg wel eens net haarlem, maar olie, het helpt overal bij, zeg ik wel eens. Maar als het te weinig helpt met de eetlijnmethode, dan kun je overgaan op deze sticks. Maar ook als je zegt, Jonette, ik heb inderdaad geen goede stoelgang en ik krijg te weinig vezels binnen, kun je ook deze gebruiken als je niet aan de eetlijnmethode wil. Want eerlijk is eerlijk, niet iedereen wil aan de eetlijnmethode. Dus dat is een keuze natuurlijk, maakt verder allemaal niet uit. Maar dan kun je inderdaad ook deze sticks gebruiken, want die reguleren de boel. En dat is gewoon hartstikke fijn. Goed, dit was mijn informatie over vezels. Even kijken of er nog vragen binnengekomen zijn. Sia Bos vraagt hoeveel gram vezels per dag je nodig hebt. Even kijken hoor, ik heb het even niet paraat. Sia, ik moet je het antwoord even schuldig blijven. Ik zit zo diep in mijn verhaal dat ik het even niet naar boven krijg. Maar ik beloof je, zondag komt er een blog over vezels. En ik schrijf het nu gelijk even op dat ik in dat blog vertel hoeveel vezels je per dag nodig hebt. Ik heb het niet paraat. Hoeveel vezels per dag? Ik denk dat 23 aan de weinige kant is, maar het komt in het blog terug. Voor degene die de eetlijnpraatjes niet krijgen, stuur even een mailtje naar netty.bom@eetlijn.nl. Dan zal ik je op de lijst zetten van de eetlijnpraatjes. En dan krijg je ook elke zondagavond om 8 uur een blogbericht. Dus als je die niet krijgt, gewoon eventjes laten weten. netty.bom@eetlijn.nl en je krijgt de eetlijnpraatjes toegestuurd. Goed, dan ga ik eventjes het recept van morgen met je delen. Dit is inderdaad die gemberkoek. De ingrediënten geef ik door en het recept krijg je morgen. Stel dat je nou de ingrediënten niet hebt. Ik heb ze allemaal paraat in de webshop. Als je ze vandaag bestelt voor 3 uur, heb je ze morgen in huis. Als de post zijn best doet. Dus, maar weet je, het is best een lange lijst van ingrediënten. Maar degene die mij volgen, die hebben eigenlijk alle ingrediënten wel in huis. Dus laat je niet afschrikken door de lange lijst. Wat je nodig hebt is verse biologische gember. Er zitten ook vezels in, maar het is vooral een ontstekingremmend product. Dus deze heb je sowieso nodig. Als die biologisch is, hoef je hem in principe niet te schillen. Maar ik merk wel, de eerste gemberkoek die ik maakte, dat ik toch die schilletjes proefde. Dus bij mijn tweede gemberkoek heb ik hem toch even geschild. Want ik vind die schilletjes net niet lekker. Voor je thee is het gewoon prima, maar in mijn koek vond ik het niet lekker. Dus heb ik hem toch even geschild. Maar je hebt in ieder geval een gemberwortel nodig. Heb ik niet in de webshop trouwens. Dan heb je nodig deze, de Green Sweet Syrup Gold. En weet je wat het grappige is? Dit is een vezel. Deze bestaat uit gefermenteerde groenten. Hoe leuk kun je het hebben? Dus het is eigenlijk een product dat honing vervangt. Maar eigenlijk is het gewoon gefermenteerde groenten. En die heb je ook nodig in het recept van morgen. En je hebt nodig runder gelatinepoeder. De meeste gelatine is op basis van varken. En wat je, ja, ik ben gewoon geen voorstander van varkensingrediënten. En daarom meer runder. Dit is een runder gelatine. En die heb je ook nodig bij het recept van morgen. Bij die overheerlijke gemberkoek.
Nogmaals, ik kan het naar je toesturen. Wat je dan nodig hebt is pompoenpuree. Dus ga lekker een pompoen halen en puree van maken. Ik heb porties pompoenpuree van 100 gram in de vriezer. Of 200 gram. En wil ik dan deze gemberkoek maken, pak ik 2 blokjes uit de vriezer. Hoef ik niet eerst de pompoenpuree te maken. Weet je, dat zijn dingen die een bepaald recept werkelijk maken. En ik kan het zo uit de vriezer halen. En dan kan ik zo met een uurtje aan de slag. Dan is hij gewoon ontdooid. Dan heb je nodig 2 biologische eitjes. En wat ik nu opnoem is voor deze cake. En dat is dus of 8 plakken cake of 8 muffins. Kan je allemaal ervan maken. Maakt eigenlijk allemaal niet uit. Nou, hou je vast. Ik denk dat je de meeste producten al in huis hebt als je de eetlijn een beetje volgt. Je hebt nodig lupinemeel. Zonnebloempitten. Het bevat ook heel veel vezels. Nou, die heeft bijna iedereen in huis, denk ik. Chiazaad heb je nodig. Dat heeft ook bijna iedereen in huis, toch? Geraspte kokos heb ik net behandeld. Dan ceylonkaneel en koekruiden. 15 gram ceylonkaneel en 5 gram koekruiden. Zeg je nou, joh, ik heb het één van de twee in huis. Koekruiden maken het ietsje fletser. En ceylonkaneel maakt het heel erg kanelig, zei Peter. Dat vond ik eigenlijk wel heel grappig. Kanelerig. Ik heb zelf speculaaskruiden gebruikt. 20 gram, dan heb ik 1 product nodig. Maakt het net iets makkelijker. Nou, dan de Green Sweet Brown is een bruine nepsuiker. Ook dat is een gefermenteerd product, van groente gefermenteerd. En die nepsuiker is de Green Sweet Brown. Heb ik ook in de webshop, kun je ook bestellen. Vanillepoeder heeft bijna iedereen in huis. Psylliumvezels om het een goede substantie te geven die mooi homogeen is. Wijnsteenbakpoeder om het te laten rijzen. Himalaya zout. En ghee, gesmolten boter. Eigenlijk, ghee is nou gesmolten roomboter. Het is ghee en die moet gesmolten zijn. En die geeft het product een heerlijke, romige smaak. En ook dat die niet droog wordt. En dan als garnering, gehakte hazelnoten of gehakte pekannoten. Of gehakte amandelen, maakt allemaal niet uit. En nogmaals, ik heb hier wat cranberries doorheen gedaan. Ongezoete cranberries. Ja, gezoet met een beetje appelsapconcentraat. Is natuurlijk ook wel gezoet. Maar er zitten zoveel vezels bij dat het de bloedsuikerspiegel echt met rust laat. Dus dit heb je allemaal nodig. Kon je het bijhouden? Ging het te snel? Nou, even de video naluisteren. Ik heb alles toch al heel duidelijk genoemd. En morgen krijg je het recept. Maar dan kun je vast de ingrediënten in huis halen of bestellen in de webshop. En heb je het als het goed is morgen in huis. Goed, dan ga ik even kijken of er nog vragen binnengekomen zijn. Dat bedoel ik nou. Peter is mijn steun en toeverlaat. Tussen de 30 en 40 gram vezels per dag. Dankjewel, lieve Peter. Geweldig ben je. Je bent echt geweldig. Boekweit is ook eetlijnproef ongeveer gelijkbaar met havervlokken. Dus je kan inderdaad havervlokken vervangen door boekweitvlokken. Even kijken of er nog meer vragen zijn. Kikkererwten worden genoemd, die zijn niet eetlijnproef vanwege het hoge zetmeelgehalte. Dankjewel, Peter. Hebben wel veel vezels. Die staan ook inderdaad in de top. Oh, wacht even, ik zit de dingen te verdraaien. Sorry. Kikkererwten en andere... hoe noem je het nou toch? Kikkererwten, dat zijn... Peter, help me. Oh, ik kom even niet op de verzamelnaam. Linzen, kikkererwten, dat soort peulvruchten. Die bevatten heel veel vezels, maar zijn niet eetlijnproef. Maar die bevatten heel veel zetmelen. In fase 2 prima, maar in fase 1 gewoon niet aan beginnen. Nee, dus dankjewel, Peter. Goed, lieve mensen, ik ga er een eind aan breien. Het is 9:30 geweest. Nogmaals, ontvang je de eetlijnpraatjes niet, stuur even een mailtje naar netty.bom@deeetlijn.nl. En ik ga je aanmelden voor de eetlijnpraatjes. Daarin krijg je weer deze video. Je krijgt hem via YouTube. Je krijgt het blogbericht. Je krijgt het recept van de week. Dus ook het recept van die gemberkoek. Je krijgt alles. Lieve mensen, dit was het voor vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken. Ik vind het hartstikke leuk als je hartjes uitdeelt. En als je deze video deelt met andere mensen. Want half Nederland gebruikt te weinig vezels. Dus hoe belangrijk om deze video met andere mensen te delen. Dan dinsdag ga ik weer verder met de ovenschotels en eenpansgerechten in de live kookshows. Om 10:00 aanstaande dinsdag. Zegt het voort. En mensen, allemaal bedankt voor het kijken. En jullie warmte en liefde en hartelijkheid aan alle reacties. Ik probeer er nog even op terug te komen straks, dat iedereen een antwoord krijgt op zijn vraag. Ik wens je een onwijs fijn weekend. En volgende week is het
thema. Even kijken. Even op te zoeken. Volgende week is het thema jeuk. Oeh, jeuk. Jeuk is een ontstekingsziekte. Dat weet niemand, maar ik ga het je vertellen. Fijn weekend en tot volgende keer. Doei doei!